sobre ser santos. Ik wil met jullie meedelen een reflectie over heilig zijn. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. En ik wil beginnen met een lezing uit de Heilige Schrift over waar de Heilige Geest ons wil brengen. Filipenses de capítulo 2. De el 12 al 16. Ok. Entonces explica, primero lo leo yo en inglés, después tú lo lees en inglés. Eerst gaan wij deze deel van de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 12 tot 16, lezen in het Engels en dan lees ik het in het Nederlands. Shining as lights in the world. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For God is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Do all things without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent. Innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Schitterend als het licht in de wereld. Daarom, geliefden, omdat u altijd naar mij geluisterd hebt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nog veel meer nu ik afwezig ben, bewerk uw redding met eerbied en ontzag. God immers brengt zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken. Doe alles zonder morren of tegen te spreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het heelal. Houd vast aan het woord dat leven geeft, dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn, omdat ik niet te vergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezocht. Woord van de Heer. Para nosotros católicos, voor ons katholieken, no es nada nuevo que hablemos de la santidad. Is niks nieuws dat wij over de heiligheid spreken. Pero no es nada común encontrar santos en la iglesia. Maar het is niet gewoonlijk om heiligen in de kerk te vinden. Y esto nos debe cuestionar. En dat moet ons vragen stellen. Porque teniendo el tesoro tan grande que tenemos, want zo'n grote schat dat wij hebben, ¿cómo es posible que no entendamos lo que tenemos que hacer? Hoe is het mogelijk dat wij niet begrijpen wat wij daarmee moeten doen? Y la respuesta es muy sencilla. En het antwoord is zeer eenvoudig. Es una batalla espiritual. Het is een geestelijke strijd. Y el diablo es un experto en dormir nuestra misión. En de duivel is een expert in ons missie te laten in slaap vallen. Porque el diablo no vive en el tiempo. Want de duivel leeft niet in de tijd. Y nuestra vida para él es un instante. En ons leven voor hem is een ogenblikje. Y no le cuesta nada dormirnos. En het kost hem niks, niet veel, om ons in slaap te laten vallen. Por eso en Getsemaní, daarom in Getsemaní, cuando Jesús escoge a Juan, Pedro y Santiago, als Jezus kiest Juan, Petrus en Johannes para acompañarlo, om hem te vergezellen, él les advierte, hij waarschuwt ze, no se duerman. Val niet in slaap. Porque pueden caer en tentación. Want je kan vallen in de bekoring.
Y es muy importante lo que Jesús está diciendo. En zeer belangrijk wat Jezus aan het zeggen is. Porque Jesús está enfrentado a una copa que no quiere tomar. Want Jezus staat tegenover een beker die hij niet wil drinken. Y está sudando sangre. En hij zweet bloed. Y esa copa somos nosotros. En deze beker zijn wij. Los pecadores. De zondaars. Y esa sangre es el dolor del amor. En deze bloed is de pijn uit liefde. Y esos tres apóstoles. En deze drie apostelen. Son los testigos que él escogió ante el Padre. Zijn de getuigen dat hij dit heeft gekozen tegenover zijn vader. Y esos testigos necesitan ser fuertes. En deze getuigen moeten sterk zijn. No pueden dormirse. Ze kunnen niet in slaap vallen. Porque el diablo les gana. Want de duivel zal ze winnen. Jesús estaba pendiente de ellos. Jezus was bezorgd voor hen. Y les advertía, no se duerman. En hij waarschuwde ze, val niet in slaap. Pero les hablaba de la tentación. Maar hij sprak hun over de bekoring. O sea, les hablaba del diablo. Hij sprak hun over de duivel. Porque ¿quién es el tentador? Want wie is de verleider? Y esto es lo que nosotros debemos entender. En dat is wat wij moeten begrijpen. Es verdad que para ser santos. Het is waar dat om heilig te zijn. Hay que ser buenos. Je moet goed zijn. Y para ser buenos, maar om goed te zijn, necesitamos ser valientes. Moeten wij ook dapper kunnen zijn. Porque hay que ser valiente. Want je moet dapper zijn. Para perdonar. Om te vergeven. Hay que ser valiente para tener paciencia. Je moet dapper zijn om geduld te hebben. Hay que ser valiente para tener tolerancia. Je moet dapper zijn om anderen te verdragen, tolereren. Hay que ser paciente para tener caridad. Je moet dapper zijn om liefde te hebben. Solo el valiente se puede santificar. Alleen iemand die dapper is, kan geheiligd worden. El infierno está lleno de cobardes. De hel is vol van lafaards. Y por eso nuestra batalla espiritual. En daarom onze geestelijke strijd. Es atrevernos. Is om te durven. Atrevernos a ser de Dios. Om te durven zijn voor God. 100% de Dios. 100% van God. Podemos ver los apóstoles antes de Pentecostés. We kunnen zien ook de apostelen voor Pinksteren. Ninguno de ellos tenía el poder de dar la vida por Jesús. Geen van hun had de kracht om het leven voor Jezus neer te leggen. Y ellos amaban a Jesús. Maar zij hielden van Jezus. Pero no tanto como para morir por él. Maar niet zoveel om voor hem te sterven. El amor no era perfecto. Het liefde was niet perfect. Era un amor humano. Het was een menselijke liefde. Muy débil. Zeer zwak. Cuando llegó Pentecostés, wanneer Pinksteren kwam, se transformaron. Zij veranderden. Y su amor se volvió verdadero. En hun liefde werd waarlijk, werkelijk. Y ya eran capaz de morir por Jesús. Waarachtig. Hun liefde was waarachtig en zij waren al bereid om voor Jezus te sterven. Y no tenían nada más en la vida. En zij hadden niks meer in het leven. Que llevarle almas a Dios. Dat zij zouden meer aan God kunnen brengen. Se convirtieron en pescadores de hombres. Zij zijn veranderd naar vissers van de mensen. Como Jesús les anunció. Zoals Jezus hun verkondigd had. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? De vraag is, waar zitten wij? Antes de Pentecostés. Voor Pinksteren. O después de Pentecostés. Of na het Pinksteren. Porque cada uno de nosotros tiene que caminar este camino cristiano. Want iedereen van ons moet deze christelijke weg belopen. Y es un descubrir a Dios. En het is een ontdekking van God. Y es un descubrir nuestra miseria. Het is een ontdekken van onze miseria. Van onze ellende. Het is een ontdekken van onze ellende.
y descubrir que Dios se glorifica en nuestra miseria. En ontdekken dat God wil zich porque verheerlijken in onze ellende. Porque el diablo quiere hacernos creer. Want de duivel wil ons laten geloven que por nuestra miseria dat door en omwille van onze ellende no somos dignos del amor de Dios. Wij zijn niet waardig voor de liefde van God. Y nos crea un espíritu de culpa. En hij schept in ons een geest van schuld que nos disminuye como personas cristianas. Dat ons doet kleiner worden als christenen. Nos roba la fortaleza. Het neemt de kracht van ons weg. Y termina durmiéndonos. En uiteindelijk laat ons in slaap vallen. Y nos llena de dudas e inseguridad. En hij vult ons met twijfels en onzekerheden. Esto es el cristiano antes de Pentecostés. Dit is een christen voor Pinksteren. Es una etapa muy difícil. Het is een hele moeilijke etappe. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Want wij hebben de Heilige Geest in ons. Los apóstoles antes de Pentecostés no tenían el Espíritu Santo. De apostelen voor Pinksteren hadden de Heilige Geest niet. Nosotros sí lo tenemos. Wij wel. Sin embargo, si nuestra conciencia, zonder meer als onze geweten, nuestra voluntad, onze wil, no está decidida, is niet duidelijk, heeft duidelijk gekozen, a dar la vida por Jesús, om het leven te geven voor Jezus, el Espíritu Santo que está en nosotros, de Heilige Geest die is in ons, no puede actuar, kan niet handelen. Y solo nuestra humanidad, en alleen onze menselijkheid, es la que actúa, is dat wat aan het handelen is. Y cuando somos meramente humanos, en als wij maar menselijk zijn, nuestra fe católica, onze katholieke geloof, es tan solo una religión, is alleen een religie. Y lo máximo que logramos, en het meest wat we kunnen bereiken, es obedecer los preceptos de la ley, is te gehoorzamen aan de voorschriften van de wet. Y eso no tiene espíritu. En dit heeft geen geest. Y eso es lo mismo que padecían los fariseos. En dit is hetzelfde wat ook de fariseeën deden. Solo religión, no espíritu. Alleen religie, geen geest. De la única manera que podemos entrar en el Espíritu Santo. En de enige weg, enige manier dat wij in de Heilige Geest mogen binnentreden. Y permitir que el Espíritu Santo sea un fuego. En dat wij kunnen toelaten dat de Heilige Geest een vuur wordt. Es si nosotros nos elevamos. Is als wij ons verheffen. Al sentido eterno de nuestra vida. Naar een eeuwige betekenis van ons leven. Yo siempre le digo a la gente, ik zeg het altijd aan de mensen. Un lugar muy importante para recordar, een plek, een heel belangrijke plek om te herinneren, es el juicio de Jesús ante Pilatos. Is het oordeel van van Jezus tegenover Pilatus. Pilatos le pregunta a Jesús si él es un rey. Pilatus vraagt aan Jezus of hij een koning is. Y él dice, sí, yo soy un rey. En hij zegt ja, ik ben een koning. Pero mi reino no es de este mundo. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Y esto nosotros lo debemos escuchar. En dat is wat wij moeten luisteren. Porque si creemos que el reino al que pertenecemos no es de este mundo. Want als wij geloven dat de koninkrijk aan wie wij toebehoren niet van deze wereld is. Nuestro corazón. Onze hart. Tiene que estar en ese reino. Moet in die koninkrijk zijn. Y nuestros pies. En onze voeten. En este mundo. In deze wereld. Pero cada paso que damos en este mundo con nuestros pies, maar elke stap dat wij doen in deze wereld met onze voeten,
tienen que ir caminando hacia donde está nuestro corazón. Moet gaan daar waar ons hart is. Por eso la palabra de Dios dice. Daarom het woord van God zegt. Allí donde está tu tesoro. Daar waar jouw schat is. Ahí está tu corazón. Daar is ook jouw hart. Nuestro tesoro tiene que ser el reino de Dios. Onze schat moet het koninkrijk van God zijn. No puede ser nada de este mundo. Het kan niks van deze wereld zijn. Y entonces, si el corazón está en Dios, en dus als het hart in God is, todo paso que damos por este mundo, alle stappen die wij doen op aarde, camina hacia Dios. Lopen richting God. Y ese es el camino de la santificación. En dit is de weg van de heiliging. Porque cuando el horizonte de nuestra vida, want als de horizont van ons leven, es la vida eterna, is het eeuwige leven, entonces la vida temporal, dus het tijdelijke leven, no nos somete, kan ons niet bedwingen. No somos esclavos de la muerte. Wij zijn geen slaven van de dood. ¿Cuál es el secreto de la santidad? Wat is het geheim van de heiligheid? Superar la muerte. De dood overtreffen, overwinnen. Hay dos vías para caminar como cristiano. Er zijn twee wegen om als christen te lopen. Una sentenciado a muerte. Eén. Als ter dood veroordeelde. Caminando hacia la tumba. Lopend richting een graf. Y otra libre en la cruz. En andere vrij in het kruis. Caminando hacia la vida eterna. Lopend richting het eeuwig leven. Cuando un cristiano tiene miedo a la muerte, als een christen angst heeft voor dood, es un cristiano que no tiene resurrección en el corazón. Het is een christen die geen verrijzenis geeft in zijn lichaam. Y solo camina hacia la tumba. En hij loopt alleen richting het graf. Es un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Het is een christen die geen Heilige Geest heeft. Activo en su vida. Actief in zijn leven. Y hay que tener mucha claridad con esto. En jij moet dit zeer duidelijk begrijpen. Porque hay mucho católico muy religioso. Want er zijn veel katholieken zeer religieus. Pero sin amor. Maar zonder liefde. Porque su corazón no está en Dios. Want hun hart ligt niet bij God. Y la religión es un exilio. En de religie is een vluchtweg. Es un lugar donde se pacifica la conciencia. Het is een plek waar je jouw geweten goed kan praten. Es un lugar donde me siento bien. Het is een plek waar ik mij goed voel. Para mi beneficio. Voor mijn eigen welzijn. Pero no por el amor a Dios. Maar niet uit liefde voor God. Y esa es solo religión. En dit is alleen de religie. Y nadie se santifica con la religión. En niemand wordt heilig door religie. Lo único que nos puede santificar, de enige wat ons heilig kan maken, es el amor de Dios. Is het liefde van God. Y para que el amor de Dios nos santifique, en opdat de liefde van God ons kan heiligen, tenemos que ser buenos. Wij moeten ook goed zijn. ¿Y cómo nos volvemos buenos? En hoe kunnen wij goed worden? Siempre buscando el bien en todo. Altijd het goed zoeken in alles. En mis pensamientos. In mijn gedachten. En mis sentimientos. In mijn gevoelens. En mis pasiones. In mijn passies. En mis ideas. In mijn ideeën. En mi dirección de la vida. In de richting van mijn leven. En mis deseos. In mijn verlangens. En todo. In alles. Y en esa forma siempre busco lo bueno. En in deze vorm, ik zoek altijd het goede. Es una batalla espiritual. Het is een geestelijke strijd. Porque el diablo no duerme. Want de duivel slaapt niet. Y siempre tendremos un enemigo saboteando el camino. En we hebben altijd een vijand die ons weg wil saboteren. Pero el Espíritu Santo es nuestra compañía. Maar de Heilige Geest is onze metgezel.
Y es nuestra promesa. Het is ook onze belofte. Porque Jesús lo prometió. Want Jezus heeft hem beloofd. Y nos dijo que nos acompañaría todos los días de nuestra vida. En heeft gezegd dat Hij zal ons hele leven lang vergezellen. Y que nos guiaría siempre. En dat Hij zal ons altijd begeleiden. Y que de nuestros labios brotarían ríos de agua viva. En dat uit onze mond zal een stroom van vloeiend water komen. Que ni siquiera tenemos que pensar lo que vamos a decir. Dat wij zouden zelfs niet moeten denken wat wij moeten zeggen. Porque el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Want de Heilige Geest zal door ons spreken. Estas son promesas verdaderas. Dat zijn waarlijk de beloftes. El día de Pentecostés. Op de dag van Pinksteren. Nadie decidió que Pedro hablara en el balcón. Niemand heeft besloten dat Petrus zal op de balkon gaan praten. Fue el mismo viento huracanado del espíritu que lo llevó al balcón. Het was deze sterke wind die hem bracht naar die balkon. Y habló como nunca había hablado. En hij praat alsof hij tot nu toe nooit gesproken heeft. Cosas que nunca había pensado. Dingen die hij nooit gedacht had. Y todos le entendían. En iedereen kon hem begrijpen. Y a partir de ese momento, en vanaf deze moment. Todos los apóstoles. Alle apostelen. Tenían el don de la palabra. Hadden de gave van het woord. Porque eso es el Espíritu Santo. Want dit is de Heilige Geest. Y el Espíritu Santo es nuestra santidad. En de Heilige Geest is onze heiligheid. Entre más confiemos en ese espíritu, hoe meer wij in deze geest vertrouwen, más descubrimos cómo nos guía. Des te meer ontdekken wij hoe hij ons begeleidt. Y cómo nos ama. En hoe hij van ons houdt. Pero hay muchas pruebas de fe. Maar er zijn veel beproevingen in het geloof. Podemos ver en Pedro. We kunnen zien in Petrus. Lo que es una prueba de fe. Wat betekent een bewijs van het geloof? Jesús le dijo a San Pedro. Jezus zei tot heilige Petrus. Antes de su pasión. Voor zijn passie. Pedro, Pedro. Petrus, Petrus. Satanás le pidió al Padre que lo permitiera pasarte por el trillo. Satan heeft gevraagd aan de Vader om jou te zwiften als graankorrels. Y yo le he pedido al Padre. En ik heb gevraagd aan de Vader. Que no permitas que pierdas tu fe. Dat gij laat niet toe dat je je geloof verliest. Cuando pases por esto. Als je dit hebt meegemaakt. Ve a testificarle a tus hermanos. Ga en getuig tot je broeders. Esta es una prueba de fe. Dit is een beproeving van het geloof. Porque Pedro no estaba en pecado mortal. Want Petrus was niet in een doodzonde geweest. Pedro era fiel a Jesús. Petrus was trouw aan Jezus. Sin embargo, el Padre Celestial le dio permiso al diablo. Zonder meer heeft het hemelse Vader een toestemming gegeven aan de duivel. Y sabemos que muy pronto después de eso. En we weten dat heel snel daarna. Pedro negó a Jesús tres veces. Petrus verloogt Jezus drie keer. En nuestra vida personal. In onze persoonlijke leven. El diablo también le va a pedir permiso al Padre. De duivel zal ook de toestemming gaan vragen aan de Vader. Para pasarnos por el trillo. Om ook ons te zwiften, te beproeven. Porque nosotros también como Pedro. Want wij, zo, net zoals Petrus. Vamos camino a la casa del Padre. Lopen richting het huis van de Vader. En un territorio enemigo. In een vijandelijke landschap. En el destierro. In een in een ballingschap, bedankt. Mientras estamos en camino. En onderweg. Seremos probados muchas veces por el diablo. Zullen wij vaak door de duivel op de proef gesteld worden. Porque este es el territorio de las tinieblas. Want dit is het land van de duisternis.
Y el que decide caminar hacia la luz, en degene die kiest om te lopen naar het licht, tiene las tinieblas de enemigo. Hij is rond de duisternis van de vijand. Y las tinieblas reinan en este mundo. En de duisternis heerst over deze wereld. Mucha gente se sorprende por qué la gente de Dios tiene tantas pruebas. Vele mensen verbazen zich waarom de mensen van God hebben zo veel beproevingen. Y la respuesta es, en het antwoord is, porque este no es nuestro reino. Want dit is niet ons koninkrijk. Y caminamos por el territorio del enemigo. En wij lopen in een wij lopen door een territorium van een vijand. Mucha gente no le pone atención a la palabra de Dios. Vele mensen geven geen acht aan het woord van God. Jesús nos dijo, Jezus zei ons, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Het prins van deze wereld heet Satanás. San Juan el Evangelista dice, Heilige Johannes de Evangelist zegt, el mundo entero está en manos del diablo. De hele wereld is in de handen van de duivel. En las tentaciones a Jesús en el desierto, en de bekoringen van Jezus in de woestijn, en una de las tentaciones, in één van de bekoringen, el diablo le muestra todos los reinos de la tierra a Jesús. De duivel laat alle koninkrijken van de aarde zien aan Jezus. Y le dice, en hij zegt hem, todo esto me ha sido dado a mí. Dit alles is mij gegeven. Si te postras y me adoras, als je voor mij neerknielt en mij aanbidt, te los doy. Zal ik het je geven. Esta es una enseñanza muy importante. Dit is een hele belangrijke leerstuk. Para entender cómo administramos nuestra vida terrenal. Om te begrijpen hoe leiden wij onze aardse leven. Porque somos administradores. Want wij zijn administrators, beheerders, bedankt. Wij zijn beheerders. De lo que Dios nos confía. Van wat God ons geeft. Pero no podemos apegarnos a nada. Maar wij mogen ons aan niks vastklampen. Ni a las criaturas humanas. Nog aan de schepselen van de mens. Ni a nada del mundo material. Nog aan iets wat dan ook in de materiële wereld. Pero debemos ser administradores impecables. Want wij moeten vol vlekkeloze beheerders zijn. Porque Dios es un Dios de orden. Want God is een God van orde. Y este mundo, en deze wereld, es una escuela de almas. Is een school voor de zielen. Y estamos aprendiendo solo una lección. Wij leren alleen één les. La lección del amor de Dios. De les van de liefde van God. Que fue la lección que perdimos en el pecado original. Dat is de les die wij verloren hebben door de oerzonde. Y Jesús vino a enseñarnos eso. En Jezus kwam om ons dit te vertellen. Vino a darnos lo que nos faltaba. Hij kwam om ons te geven wat wij misten. La vida. Het leven. Porque la habíamos perdido. Want wij hebben die verloren. Por el pecado. En terug te krijgen. Es aprendiendo la lección del amor. Is door het leren van deze les van liefde. Si no la aprendemos en esta vida, als wij het niet hier op deze in deze leven leren, la aprenderemos en la otra, zullen wij het in de andere leven leren. En el purgatorio. In de vagevuur. Las almas del purgatorio también están en clase. De zielen in de vagevuur zijn ook in een leerschool. Aprendiendo lo que no aprendieron en esta vida. Lerend wat zij hier in deze leven niet hebben geleerd. Por eso nosotros debemos estar atentos. Daarom wij moeten ook voorzichtig zijn. Porque cada instante de esta vida. Want elke moment van ons leven. Es una clase. Is een leerschool. Y tenemos que ser buenos estudiantes. En wij moeten goede leerlingen zijn. Siempre atentos. Altijd aandachtig. Para mirar qué nos está enseñando Dios. Om te kijken wat God ons wil leren. Y cuando estamos atentos, en als wij aandachtig zijn, vigilantes,
waakzaam. El Espíritu Santo siempre brilla en nosotros. De Heilige Geest straalt altijd in ons. Y nos da discernimiento. En het geeft ons onderscheiding. Fortaleza. Kracht. Conocimiento. Kennis. Sabiduría. Wijsheid. Todo lo que necesitamos para navegar con Dios. Alles wat wij nodig hebben om met God te lopen. Cuando la gente vive en el mundo sin Dios. Als mensen in de wereld leven zonder God. Es igual que un pescado afuera del agua. Het is hetzelfde als een vis buiten het water. Porque no hay vida fuera de Dios. Want je hebt geen leven buiten God. Cuando nosotros vivimos en Dios. Als wij leven in God. Vivimos dentro del agua del Espíritu. Wij leven binnen deze water van de Geest. Y tenemos vida. En we hebben leven. Y por eso es muy importante entender la gravedad del pecado mortal. En daarom is het zeer belangrijk om te begrijpen het ernst van een doodzonde. El pecado mortal es la muerte. De doodzonde is de dood. Es el pescado afuera del agua. Het is deze vis buiten het water. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. We moeten vragen aan God om barmhartigheid met ons te hebben. Y que nos enseñe a ser buenos. En dat Hij ons leert om goed te zijn. Que nos dé la valentía. Dat Hij geeft ons deze dapperheid. Para atrevernos a ser buenos. Om te durven goed te zijn. Voy a terminar con una lectura. Ik ga nu eindigen met een lezing. Y voy a leerles a ustedes. En ik zal het aan jullie lezen. De la primera carta de San Pedro. Van de eerste brief van de heilige Petrus. En el capítulo 2 desde el versículo 1. Hoofdstuk 2 van de vers 1. Sí. Del 1 al 6. 2 tot 6. The living stone and a chosen people, so put away all malice and all guile and insincerity and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. For you have tasted the kindness of the Lord. Come to Him. To that living stone, rejected by men, but in God's sight, chosen and precious. And like living stones, be yourselves built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and he who believes in him will not be put to shame. Weg dus met alle kwaad en alle bedrog. Maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster. Wees als pasgeboren kinderen begierig naar de zuiver geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. Treed toe tot Hem, de levende steen. Door de mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel. Tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door mij is uitverkoren. En degene die op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Woord van de Heer. Wij danken God. Amen. 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 Amen.